gaat hier? Het is een hele bijzondere. Eén! We hebben een jarige. Hugo! Hugo! Kijk, we hebben speciaal voor jou die jarige jetmuts. Hey, die hebben we speciaal voor jou. Ja, moet moeten natuurlijk even gezongen worden. Hoe lang? Jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. De dagindeling van vandaag. Rappapa, rappapa. We kunnen beeld houden. We kunnen doodle tekenen. We kunnen mozaïeken of we gaan boetseren. Dat is het eerste blok. En wat ze nu aan het doen zijn, ze zijn nu de dag aan het verdelen. Dus uit iedere tent, uit iedere leeftijdsgroep komen een aantal kinderen. En die gaan samen wat anders doen. Dus er komen zo meteen 3 of 4 kinderen uit de jongste tent, 3 of 4 uit de middelste tent, 3 of 4 uit die tent en 3 of 4 uit de hoogste tent. En die gaan samen dan bijvoorbeeld beeld houden. En een ander clubje gaat samen doodle workshop doen. En een ander clubje gaat samen mozaïeken doen. En weer een ander clubje gaat op dit moment boetseren. Zo zit ze eigenlijk de hele dag in elkaar. Dus wat ze nu aan het doen zijn, is zijn niet alleen de eerste periode, maar ook het blok natuur hierna, het blok sport daarna en het blok cultuur daarna zijn ze aan het verdelen. Van de kikker. In 1991 ben ik in Amerika geweest en daar heb ik op een dagkamp gezeten voor de New Yorkse jeugd. En die hadden 26 activiteiten gelijk draaien. En ja, dat is eigenlijk altijd wel een beetje in mijn hoofd blijven zitten. In 2013 zat ik niet zo lekker in mijn vel en toen vroeg iemand mij de vraag van ja, wat zou jij nou graag willen doen? Zei, weet ik eigenlijk niet. En die had toen zoiets van, ja, dat weet je wel, iedereen weet dat. En toen heb ik genoemd dat ik graag zo'n dagkamp als in Amerika zou willen opzetten, hier zo in de regio. En zijn vraag was, waarom doe je dat niet? Dus ik zei, ja, ik ben kostwinnaar, ik heb een fulltime baan, kinderen, wonen hier. Dat gaat gewoon niet. Dus ja, dat gaat wel, alleen moet je mogelijkheden gaan kijken. En dat ben ik dan vanaf dat moment gaan doen. En zo'n beetje vanaf de zomer 2013 tot december ben ik bezig geweest om te kijken van ja, hoe is het dan wel mogelijk om naar Nederlandse normen en maatstaven zoiets op te zetten. En zo'n medio december hadden we dat dan ook wel redelijk rond samen met Priscilla. Zo willen we het wel opzetten. En toen zijn we gaan zoeken naar geld, kinderen en activiteiten, omdat de activiteiten natuurlijk allemaal uit de regio komen. Dat was een hele zoektocht en uiteindelijk is het ons gelukt om vorig jaar binnen 4 maanden hebben we toen het concept neergezet. We hebben met 36 kinderen gedraaid met 34 verschillende activiteiten. Dik 50 sponsoren van de lokale middenstand, bedrijven, instellingen, stichtingen waar we ons een warm hart toe dragen. En dat heeft geresulteerd in een nominatie van Gewoon Doener door de gemeente Hardenberg afgelopen jaar. Die toen gewonnen is door Arsanio Wiet.
Maar dat heeft ons wel wat naamsbekendheid gebracht door, door die nieuwjaarsreceptie bij de gemeente. Inmiddels zitten we nu in 2015. We zijn qua kinderaantallen bijna anderhalf keer zoveel kinderen. Er lopen hier nu 51 kinderen op het terrein rond. We doen nu 56 verschillende activiteiten. En dat varieert van beeldhouden tot en met muziek maken. Als je diep in ons hart kijkt, dan zou het geweldig zijn om ergens een terrein te hebben waar je eigen spullen hebt, die je eigen spullen kan doen. Het kost gewoon heel veel tijd om hier je spullen geregeld te krijgen, je spullen op de locatie te krijgen, dus je spullen weer af te voeren naar andere locaties. En dat zou voor het gezin zeg maar wel heel veel rust geven om dat voor elkaar te kunnen krijgen. De ouders komen in principe niet op het terrein. Die mogen op vrijdagmiddag het laatste blok, wat we hebben, het cultuurblok, dan zijn ze uitgenodigd om bij ons op het terrein te komen. Dan kunnen ze zien waar ze gezeten hebben. Dan kunnen ze alle kunstwerken zien die gemaakt zijn. Vorig jaar zijn er allerlei dansjes en liedjes gemaakt in de week. En die hebben ze toen gepresenteerd aan hun ouders. Die kunnen ze dan zien, dan kunnen ze de leiding ontmoeten. Ja, dat is ook wel heel bijzonder om dat te zien. Alleen de jongen kunnen hinnen overwinteren. Hoornaars jagen op andere insecten, maar likken ook lekkend sap van bomen en snoepen van overrijp fruit. Aankomen. We moeten nog twee zinnen. Oh,
zijn nog voor de vlees bij ons. Morgen wordt het een warme dag en gaan wij zwemmen. Dus zorg dat je morgen een bikini bij je hebt. En die horen hier, maar die gaan soms schieten mee naar huis. En dan willen die. Ik laat die even checken. Ik ga even laten komen. Goedemorgen. Dit is dit mijn jaar. Oké, morgen. Dag hoor. Doei. Goedemorgen. 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 Goedemorgen.